we noemen hem zelf de tovenaar tussen de leerlingen. Komt een beetje door zijn uiterlijk, maar ja, een heel aardige man. Hij heeft mijn tante in de klas gehad bijvoorbeeld. En zelfs die zit nu al 27 jaar in het onderwijs. Dus dat is eigenlijk bizar. Ik word over een paar weken 85. Het is nog vroeg als leerlingen van de scholengemeenschap Van der Capelle in Zwolle de school binnenlopen. Tussen die leerlingen loopt een man met een bijzonder verhaal. Peter Smit staat al 62 jaar voor de klas als docent Nederlands. En ook op die hoge leeftijd is hij nog vrijwel dagelijks op school te vinden. Ik heb mijn hele leven op één jaar na hier gewerkt. Ik ben dus moreel, vind ik, veel verschuldigd aan deze school. Nou, wij moeten het allemaal nog maar even zien te halen om er nog zo bij te lopen op die leeftijd. Zeker als je bedenkt dat de pensioenleeftijd nu op 67 ligt. En als je dan al 62 jaar alleen al werkt, is wel heel lang, zeker. Diepe buiging. Zeker. Deze morgen surveilleert Peter Smit bij het tentamen scheikunde voor 5 Atheneum. Zijn strenge ogen scannen het lokaal af op zoek naar mobieltjes of koptelefoons. Vandaar dat ik ook nauwlettend toezie of ze niet met oortjes zitten. Want daar ben ik wel eens een beetje bang voor. Ze weten, dat mag niet op tafel liggen, dus dat de kans bestaat dat er vragen worden gesteld of doorgezend naar alwetenden buiten dit lokaal. Ja, kijk, in het verleden als er werd afgekeken, het enige wat ik deed was met een dikke pen een kruis erop zetten en dan barsten ze al zo wat die tranen uit, man. Ja, de wereld verandert, de leerlingen veranderen mee. En ik vind het ook niet zo erg. Je moet er alleen een beetje over hebben. Mijn licentie, om het zo maar te zeggen, die is verlopen. He? Maar ik vind dit nog altijd aardig werk. Want dat doet u deze hele week nog, hè? Surveilleren? Ja, ik heb de hele week surveilleren. En ik zit nog bij de mondelingen van de HAVO, van Thomas. Als de laatste leerlingen het tentamen hebben ingeleverd, loopt Peter Smit naar de lerarenkamer. We houden hem scherp, we houden hem jeugdig. En dat is fantastisch. En hij hoort er nog steeds zo bij dan ook. Hè? En ik denk dat hij ook wel. Ik interpreteer nu een beetje. Maar ik denk dat het voor Peter ook hartstikke fijn is om er nog steeds tussenin te zitten. En laatst was er een die zei: mijn opa heeft bij je gezeten. Nou, dat vond ik helemaal wat. Dat vond ik helemaal wel. Ja, misschien wordt het dan toch tijd op te stoppen. Ik vind het leuk werk. Mijn hart ligt hier op school. En ook bij die kinderen, dat heeft u misschien wel gezien. Ik vind het altijd nog aardig werk.